من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. خليف دا برودرز اند زوسترز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik wil op de eerste plek Allah subhanahu wa ta'ala bedanken die ons hier bij elkaar heeft gebracht. In deze mooie maand, in deze gezegende maand en in een van zijn huizen ons samen heeft gebracht om de komende minuten stilstaan bij de woorden van Allah. Stil te staan bij de woorden van Allah en die van zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam. En eigenlijk zou ik moeten beginnen om jullie ook te feliciteren vanwege het feit dat jullie zijn blijven zitten. Want dit zijn de zittingen die geëerd worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn zittingen waarin wij geëerd worden met het feit dat engelen aanwezig zijn. Dus het zijn zittingen waarin je genade zult treffen, waarin je tot rust zult komen, waarin engelen smeekbeden voor jou verrichten. En jij zoekt toenadering tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zal jou daarom ook niet met lege handen naar huis laten gaan. Je zult met een aantal geschenken weggaan. Dus het zijn bijzondere mooie zittingen. En daarom toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam een keer in een zitting zat van kennis, waarin hij de mensen aan het onderrichten was, aan het onderwijzen was, en drie mannen naar binnen kwamen, één van hen dicht tot de profeet ging zitten, om zodoende de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan te horen. En de tweede, die schaamde zich om dichterbij te komen en die ging zitten. En de derde, die liep voorbij en wendde zich van deze zitting af. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam even later, zal ik jullie niet vertellen wat de situatie is van drie mannen? Waarop hij zei, de eerste die zocht toenadering tot Allah en Allah zoekt toenadering tot hem. Hij zei, amma al-awwal fa awa ila Allah fa awahu Allah. Dus dit geldt inshallah ta'ala voor jullie die de beloning bij Allah zoeken. Hij zei, wa amma al-thani fastahya fastahya Allahu min. Die tweede die schaamde zich en Allah schaamt zich voor hem, met andere woorden om hem met lege handen terug te laten gaan. Hij zal ook beloond worden. Hij zal ook begenadigd worden. En die derde, daarover zei de profeet, die wendde zich af, waarop Allah zich van hem heeft afgewend. Met andere woorden, door hem niet te belonen. En natuurlijk kan het heel goed zijn dat iemand verplichtingen heeft, dat iemand bepaalde dingen te doen heeft. Het kan niet altijd zo zijn dat je aan moet schuiven, maar het laat ons wel zien dat dit soort zittingen geweldige zittingen zijn. En als je in de gelegenheid bent om aan te sluiten, dat je je kans moet grijpen, omdat dit soort zittingen zittingen zijn die voor ons zullen getuigen, insha'Allah ta'ala. En engelen die zijn op zoek naar zittingen waar de naam van Allah genoemd wordt, waar Allah subhanahu wa ta'ala verheerlijkt wordt, geprezen wordt. Zij keren ook terug naar Allah met deze boodschap. En Allah vraagt wat wij willen en wensen. En hij is natuurlijk op de hoogte. Maar om ons te eren, zullen de engelen dit vertellen. En zullen zij Allah berichten dat wij zijn genade wensen en dat wij vergeven willen worden. En dan zegt Allah, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah getuigt dat hij deze mensen vergeeft. Dus het zijn bijzondere zittingen en dit is een onderwerp op zich. Ik wil natuurlijk ook de organisatie bedanken die mij uitgenodigd heeft. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hen hiervoor te belonen.
Voordat we naar het onderwerp gaan, heb ik begrepen dat er een zuster is die de islam wil binnentreden en de shahada wenst uit te spreken. En dit is mijn tweede lezing hier in Moskee El-Fetch. En de vorige keer begon ik met een zuster die moslim werd. En dit is de tweede. En weer is aan mij de eer dat we dit meemaken. Dus jullie moeten mij denk ik vaker uitnodigen, denk ik. Nee, astaghfirullah, ik denk niet dat het daaraan ligt, maar het is wel natuurlijk heel mooi, alhamdulillah. Dus als de zuster aanwezig is en een microfoon heeft, dan kan ze mij zo nazeggen, want dan zal ik de shahada uitspreken. En kan zij mij nazeggen. En wat zij zo meteen natuurlijk gaat zeggen, is dat ze getuigt dat er maar één God is die het recht heeft om aanbeden te worden. Dus ze zal zich onderwerpen, overgeven aan Allah en doet dat, alhamdulillah, in een hele, hele mooie maand. We zijn bijna aan het einde, maar we bevinden ons nog steeds in een geweldige maand. En het is heel mooi dat deze zuster het besluit heeft genomen om zich te onderwerpen aan Allah en te erkennen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de boodschapper van Allah is. Verder ga ik ervan uit dat de zusters zich zullen ontfermen over deze zuster, haar zullen begeleiden, van meer informatie zullen voorzien. En ga ik ervan uit dat dat goed zit. Dus als de zuster aanwezig is, dan zal ik de shahada, inshallah, opzeggen en kan ze deze nazeggen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. De zuster is aanwezig. Oké, alhamdulillah. Goed, dan zal ik de shahada opzeggen. Ashhadu. Ashhadu. En. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu akbar. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze zuster standvastig maken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala haar hart verstevigen. En haar op het rechte pad houden. En ook insha'Allah ta'ala haar omgeving, insha'Allah ta'ala, dusdanig leiden dat zij ook begrip zullen tonen voor het feit dat zij moslima is geworden. En ook wil ik de zuster adviseren om stapsgewijs kennis te nemen van de islam en niet te veel hooi op je vork te nemen, gematigd te zijn in het nemen van kennis tot je. En het klinkt heel raar, maar vooral in het begin komt er veel op je af en is het nodig dat je beetje bij beetje en bij het belangrijkste begint. Anders is het allemaal heel overweldigend. Dus dat laat ik ook aan de zusters over. Daar hebben wij vertrouwen in dat zij haar daar goed bij zullen begeleiden. En laat ook zien dat met het feit dat jij moslima bent geworden, dat dit jou insha'Allah ta'ala met de dag een betere mens maakt. En dat zal er ook voor zorgen dat je omgeving zich zal verdiepen in het geloof en wellicht ook meer je keuze zal accepteren insha'Allah ta'ala. Geliefde broeders en zusters, we zitten natuurlijk aan het einde van de maand Ramadan. En velen van ons zijn misschien al bezig met wat hierna, met voorbereidingen voor Eid en allerlei andere bezigheden. En het leek mij gepast om op deze dag nog stil te staan bij de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat vanavond is nog een oneven nacht, de 29ste nacht. Het kan zijn dat wij wellicht tekortgeschoten zijn, dat wij niet onze mouwen opgestropen hebben aan het begin van de Ramadan. En als dat zo is, dan zou het mooi zijn om deze maand mooi en goed af te sluiten. Als dat jouw situatie namelijk is, dan is dat beter dan iemand die in het begin alles gegeven heeft en nu achterover is gaan leunen en weinig tot niets doet. Dus je kunt beter deze maand goed afsluiten. En dan is het ook de bedoeling om voor ogen te houden dat Allah subhanahu wa ta'ala de meest genadevolle is, de meest barmhartige is. Waarom? Omdat deze maand kan ontzettend veel met jou doen.
deze maand kan mensen die, subhanallah, deze maand ellendig zijn binnengetreden, kunnen er gelukkig uitkomen. Mensen die een grote last aan zonde met zich meedragen, kunnen er vergeven uitkomen. Dus die druppels genade, die bevinden zich nog steeds in deze maand. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt niet voor niets, zoals in Sahih Muslim staat. Hij zegt, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانْ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ. Als de maand Ramadan begint, dan gaan de poorten van genade open. En hij sallallahu alayhi wa sallam is degene die ook zei, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانْ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنِ. De shayatin zijn nog vastgebonden. De kwaden onder de jin zijn nog vastgeketend. Hun invloed is afgenomen. Dat wil zeggen dat onze daden moeten toenemen. Dat wil zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala het gemakkelijk voor jou maakt in deze maand. In deze resterende nachten die er nog zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam voegt daaraan toe. وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Dit is nog steeds het moment waarop die poorten van het helle vuur gesloten zijn en geen deur blijft open. En hij zegt, وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. En die van het paradijs gaan open en er is geen poort die gesloten blijft. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. En Allah verlost, redt mensen van het vuur en dat op iedere nacht. Met andere woorden, in de maand Ramadan. Alleen al deze laatste woorden, stel je voor deze zitting, jij zit hier nu. Het kan heel goed zijn dat jij hier zit met de intentie om dichter tot Allah te komen, om beloond te worden, om vergeven te worden, en dat jouw naam op die lijst terechtkomt van mensen die verlost worden van het helle vuur. Het kan heel goed zijn dat jij vanavond nog even de mouwen opstroopt, dat jij iets van het nachtgebed verricht, dat je Allah oprecht vraagt in jouw sujud om jou het paradijs te doen binnentreden, om jouw nakomelingen en jouw kinderen en jouw familieleden te beschermen, en jij komt op die lijst terecht. Het kan zijn dat jij je handen opheft straks voordat je gaat ontvasten, voordat je gaat eten, en dat je je even terugtrekt, dat je je handen opheft en je niet alleen focust op wat er op tafel gaat komen, maar dat je Allah oprecht vraagt en dat je verhoord wordt. Want de profeet zegt ook, وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا. We zitten nog steeds in die maand waarover de profeet zei, want hij doelde op de maand Ramadan, voor iedere moslim is er een smeekbede die beantwoord zal worden. Dus het mag niet zo zijn dat je deze nacht straks zomaar aan je voorbij laat gaan. En dat je denkt, de Ramadan is voorbij. Het is de maand van genade. Om die shayatin te kleineren, worden die poorten van het helle vuur gesloten. Om de gelovigen aan te moedigen, gaan de poorten van genade open en die van het paradijs open. Dus het is aan ons om deze resterende momenten optimaal te benutten. En houd de genade van Allah voor ogen. De genade van Allah die we terugzien en terugvinden in alles. Als we gaan kijken naar de schepping om ons heen, hoe Allah subhanahu wa ta'ala de aarde tot leven brengt, middels water dat uit de hemel neerdaalt, dan is dat een spoor, een teken van de genade van Allah. Allah zegt, فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dit zijn sporen van de genade van Allah. كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Als we gaan kijken naar onszelf, het feit dat jij ziet, dat jij je kunt uiten, dat je dus kunt spreken, dat jij kunt horen, dat jij kunt lopen, dat je dingen kunt vastgrijpen, dat je je handen kunt opheffen. Hoe Allah subhanahu wa ta'ala jou geëerd heeft met verstand. Dat jij keuzes kunt maken en kunt nadenken en de woorden van Allah kunt overpeinzen. En jou in de beste vorm heeft geschapen, dat is een genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zegt Ar-Rahman. Ar-Rahman is een naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dagelijks lezen wij in Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We verheerlijken Allah,
Kijk, subhanallah, ons gebed, hoeveel positiviteit dat met zich meebrengt. Je begint met het verheerlijken van Allah. Je laat eigenlijk alle negatieve dingen laat je achter. En hij is degene die het verdient om verheerlijkt te worden. Hij is de Heer der werelden. En het eerste waarmee hij de dienaren bekend mee wil maken, zijn twee namen. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ieder gebed zeg jij Ar-Rahman, Ar-Rahim. Heb je ooit bij deze twee namen stilgestaan? De meest barmhartige, de meest genadevolle. Allah subhanahu wa ta'ala is de meest genadevolle, de meest barmhartige. Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Khalaq al-insana, allamahu al-bayan. Kijk, subhanallah. Tot zijn genade behoort natuurlijk het boek van Allah. Tot zijn genade behoort het feit dat jij in de beste vorm geschapen bent. De Koran is een genade. De Koran is een genade. Allah zegt, ja, ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. De gelovigen die worden blij als ze zich de genade van Allah herinneren. De Koran is een genade. De profeet sallallahu alayhi wa sallam is een genade. En daarom als we het hebben over die oneven nacht waarin de Koran neerdaalde, Allah zegt ook daarover, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi leilatin mubarakatin, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. En nu? Even voor de mensen die de Koran. Rahmatan min rabbik. Kijk, subhanallah. Refererend naar deze nacht, naar de Koran, naar die boodschappers die zijn gestuurd. Wat zegt Allah over de profeet zelf? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahma, subhanallah. De genade van Allah. En als je getroffen wordt door deze genade, dan zul je gelukkig zijn hier op aarde en in het hiernamaals. Om aan te tonen hoe groot de genade van Allah is, sta stil bij de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij aantoont dat Allah zijn genade in 100 delen geschapen heeft, gecreëerd heeft, verdeeld heeft. 100 delen. Hij zegt, datgene wat wij aanschouwen, wat wij zien onder de schepselen, onder de levende wezens, onder de mensen, een moeder die haar kind begenadigt, de genade die wij onderling tonen, en die je ziet onder de levende wezens, onder de dieren, dat is slechts één deel van zijn genade. Hij zegt, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft 99 delen uitgesteld, bewaard voor zijn dienaren op de dag des oordeels. Allahu Akbar. De genade van Allah is ongekend. De genade van Allah is groot. En daarom, om heel even stil te staan. Kijk, als we de Koran zouden bestuderen zoals het hoort, dan zie je dat je niet aan de genade van Allah kunt ontkomen. Want je ziet het in zoveel verzen terug. En wat voor succes en geluk je zult ervaren als deze jou treft. Een aantal voorbeelden. Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over Isa alayhi salam. Hij zegt over Isa alayhi salam, toen Maryam verbaasd was dat zij als ongehuwde vrouw een kind zou krijgen, bericht Allah haar via de engel Jibril en zegt, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. Genade van Allah heeft hem getroffen. Hij zal een genade zijn voor de mensen. Aan het begin van surat Maryam, kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakaria. Zakaria was oud. Hij had geen kinderen. Zijn haren waren grijs. Zijn botten waren zwak.
Hij zag wat zaken bij Maryam, speciale, bijzondere voorzieningen. En hij besloot Allah te smeken. De genade van Allah heeft hem getroffen. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Rahma van Allah, die hem heeft getroffen. Lot alayhi salam werd behoed. Hij werd gered van het volk dat zondig was. Allah zegt daarover. Daarna zegt Allah, wa adkhalnahu fi rahmatina. Hij trad als het ware de genade van Allah binnen. Sarah, de vrouw van Ibrahim alayhi salam, toen zij meekreeg dat zij een zoon zal krijgen, een kind zal krijgen, was zij verbaasd. Ibrahim is op leeftijd, zij is onvruchtbaar. Qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li sheikha inna hadha la shay'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah. Ben jij verbaasd over iets wat Allah besloten heeft? Wie gaat verder? Wat zegt Allah daarna? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt. Genade van Allah zal binnentreden. Als de genade van Allah jou treft, die kan jou deze nacht treffen. Hij kan je vergeven. Hij kan je zonde uitwissen. Alle zorgen en problemen die je hebt en je legt ze bij hem neer. Ze kunnen opgelost worden in deze nacht. Die genade heeft zijn weg gevonden. Het is niet tegen te houden. Het is niet te stoppen. En jullie zullen gezegend worden. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt. En wij weten, wie was de zoon van Sarah en Ibrahim? Ishaq. Wie komt na Ishaq? Ook een profeet die voortgekomen is uit Ishaq. Ya'qub. Ya'qub had 12 zonen. Eén daarvan is een profeet, namelijk Yusuf alayhi salam. Want Yusuf is al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Maar zien jullie die woorden van Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt. Zien jullie die rahma wat dat heeft gedaan? Zien jullie wat de rahma van Allah heeft gedaan? Musa alayhi salam. Musa alayhi salam. Hoorde dat er iemand was die bepaalde kennis heeft geschonken die hij niet heeft gekregen. Nadat hij de mensen had toegesproken, de mensen ontroerd waren, wat niet vaak gebeurde. Iemand kwam naar Musa, hij zei, is er iemand die meer kennis heeft dan jij, o Musa? Hij zei, nee. Ik ben degene die de meeste kennis heeft. Hij had hier de kennis moeten toeschrijven aan Allah. Allah openbaarde aan Musa, hij zei tegen hem, o Musa, er is ergens iemand die dingen weet, die jij niet weet. Bepaalde kennis geschonken heeft. Weet jullie wat Musa alayhi salam deed? Hij ging niet achteroverleunen en zei, ja, b'sachto, weet je, gefeliciteerd, leuk voor hem. Ja, wat fijn dat hij bepaalde dingen weet. Maar wat was de drijfveer voor Musa? Wat maakte dat Musa zei, ik zal eigenlijk pas rust hebben als ik die man heb gevonden. Waar hij ook is, ik moet hem vinden. Het geheim is, deze man heeft kennis geschonken en gekregen van Allah. En hij weet dus bepaalde dingen over Allah. En deze kennis kan Musa dichter brengen tot Allah subhanahu wa ta'ala. En alles wat jou dichter tot Allah kan brengen, daar moet je naar haasten. Dus wat deed Musa? Hij begon aan zijn reis. Lang verhaal kort te maken, uiteindelijk trof hij deze man. Allah zegt, فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. Wie gaat verder? Surat al-Kahf. Ateenahu rahmatan min indina. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Rahma van Allah. Hij is begunstigd met de rahma. Voordat Allah spreekt over kennis, eerst de rahma. Stel je voor dat iemand een lopende encyclopedie is. Hij kent ontzettend veel boeken uit zijn hoofd. Heel veel kennis. Maar deze persoon is hardvochtig, streng, toont geen glimlach. En is wellicht ook hardvochtig naar de mensen. De mensen zullen wellicht zijn kennis niet aannemen. Ze zullen ook wellicht voor hem vluchten. Dit is zelfs het geval bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Laat staan bij een
gewone iemand, als we het zo mogen zeggen, bij een geleerde. Want Allah zegt: وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Als deze jou treft, dan staat je ontzettend veel goeds te wachten. En dit zijn slechts een aantal voorbeelden uit het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah noemt in Surat al-Anbiya Ayyub alayhi salam, die beproefd werd en geduldig was. Hij noemt Idris, Ismail en Dhul-Kifl. Hij zegt: Wa Ismaila wa Idrisa wa Dhul-Kifl, kullum min as-sabirin, wa adkhalnahum fi rahmatina, innahum min as-salihin. Allah heeft de deuren, poorten van genade voor hen geopend. En als die poorten voor jou open gaan, dan gaat er een wereld van goedheid voor je open. En deze woorden, die moeten we goed onthouden. Want ze zijn ook gericht natuurlijk richting een ieder en richting mezelf in eerste instantie, die wellicht wel eens wanhopen aan de genade van Allah. Twijfelen aan de barmhartigheid van Allah. En dat is niet gepast, een oprechte gelovige wanhoop niet aan de genade van Allah. Ya'qub alayhi salam, die Yusuf alayhi salam voor vele jaren heeft moeten missen, volgens sommige mufassirin 40 jaar of langer, was Yusuf weg bij hem. Toen hij uiteindelijk zijn zonen erop uitstuurde om op zoek te gaan, nadat hij, subhanallah, zo verdrietig was geworden, dat volgens sommige bronnen hij blind werd van verdriet, zei hij: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, wa la tayasu min rouhillah. Wanhoop niet aan de genade van Allah. De genade van Allah is groot. Die droom die hij had, heeft iets te zeggen. Ik vertrouw op de genade van Allah, want innahu la yayasu min rouhillahi illa al-qawmul kafirun. Pas niet bij een gelovige om te wanhopen aan de genade van Allah. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals Ibn Abbas radiyallahu anhuma vermeld heeft, kwamen wat mensen bij de profeet. Deze mensen waren veel godenaanbidders. Dus wat is de grootste zonde die je kunt begaan? Shirk. Deze mensen waren veel godenaanbidders. De aanbidding die naar Allah hoort, die naar Allah gericht dient te worden, zouden zij naar anderen richten. Vervolgens vertelden zij over hun situatie. Twee, ze zeiden: wij hebben zielen gedood en wij zijn daarin niet mild geweest. Dus wij hebben ontzettend veel op onze kerfstok. Drie, wij zijn ook overspelig geweest. Velen van ons hebben overspel begaan en ook daarin zijn wij, als we het zo mogen zeggen, de grenzen overschreden. Ook daarin zijn we niet mild geweest. En nu waren ze op zoek naar iets wat de profeet hen kon vertellen. Is er iets wat ons hoop geeft? Is er nog een weg terug? Ibn Abbas zegt: toen openbaarde Allah in het kader hiervan: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Zeg, o mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf. Deze mensen waren buitensporig tegenover zichzelf. Kijk, voor de goede orde, onze goede daden, de hele maand Ramadan, stel je voor, iemand heeft de hele maand Ramadan in aanbidding verkeerd. Je baat daarmee jezelf. Het is iets wat jou ten goede komt. Het is niet zo dat Allah subhanahu wa ta'ala daar beter van wordt. Als wij zondaren zouden zijn, als wij ondankbaar zouden zijn, ongelovig zouden zijn, en al zou de hele wereld dat zijn, dan zou dat Allah niet schaden. Wat zei Musa? Qala in Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, fa inna Allah la ghaniyun hamid. Dus Allah zegt tegen hen: jullie zijn buitensporig tegenover jullie zelf. En zegt tegen hen: قُلْ يَا عِبَادِي. Het zijn mijn dienaren. Kijk hoe Allah hen noemt. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Wanhoop niet aan de genade van Allah. Subhanallah.
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Wanhoop niet. En twee, Allah vergeeft alle zonden. Innahu huwal ghafurur rahim. Drie, hij is de meest vergevensgezinde, de meest barmhartige, de meest genadevolle. Er kwam een keer een man bij de profeet sallallahu alaihi wasallam op leeftijd, een oude man. En hij zei tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam: "O boodschapper van Allah, er is geen zonde of ik heb deze begaan." En even voor de duidelijkheid, deze voorbeelden, deze verzen, zijn niet om de deuren van zonde voor jullie open te zetten en voor mezelf open te zetten. Maar ze zijn natuurlijk bedoeld om dat stukje hoop in ons aan te wakkeren en berouw te tonen en vergeving te vragen en te stoppen met zondigen. En te weten dat wanneer we toch zondigen, dat we altijd terug kunnen keren en dat we berouw moeten tonen. Dus hij zegt, er is geen zonde of ik heb deze begaan. En ook deze man was op zoek naar iets wat hem wellicht nog een beetje hoop kan geven. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam, even samenvattend, zei hij: "Vul de resterende dagen met goede daden. Dat zal een vergeving en een zegening voor je zijn." Want we kennen natuurlijk de stelregel dat iedere goede daad wist een zonde uit. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. En de profeet zegt ook: وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا. Dus de goede daden wissen de slechte daden uit. Iedere keer dat je zondigt, toon berouw, doe die slechte daad opvolgen met een goede daad. Deze man hoorde deze woorden, hij was verbaasd. Toen zei hij tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam: وَغَدَرَاتِ وَفَجَرَاتِ. Hij zei tegen hem, met andere woorden, er zitten ook bepaalde dingen tussen. In onze taal zouden wij zeggen, die kunnen echt niet door de beugel. Ik heb ook bepaalde dingen die daartussen zitten, die echt niet kunnen. Hoe zit het daarmee? Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen hem: وَغَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ. Hij zei die ook. Met andere woorden, vul gewoon jouw tijd met goede daden en wees oprecht. Deze man bleef Allahu Akbar zeggen, Allahu Akbar. En de mensen bleven hem dit horen zeggen, omdat hij zo verheugd was. Allah is verheugd met jouw terugkeer. Nog verheugder dan iemand die zijn proviant verliest, zijn rijdier verliest. En denkt dat deze niet meer terug zal komen. Stel je voor dat je alles wat je bezit verliest. En uiteindelijk krijg je het terug. Hoe groot is jouw blijdschap? Nou, soms heb je toch van die momenten dat je misschien iets ergens kwijtraakt. En je vindt het terug. De laatste keer waren wij op Omra. En we waren op reis. We waren even gaan stoppen. We waren druk bezig met kinderen en dingen voorbereiden. Ik had een tasje van mij, ik had die afgedaan om de kinderen een beetje aandacht te geven. We stapten de bus weer in en we gingen richting Medina. Ik kom in Medina aan, ik zoek mijn tas. Ik kan die tas niet meer vinden. Paspoort, geld, mooi, alles zat erin. Ik denk, klaar, die gaan we niet meer terugvinden. Subhanallah, die buschauffeur, we hadden onderweg een discussie van waar gaan we stoppen. En hij wilde per se daar stoppen. Terwijl onze voorkeur ging ergens anders naar uit. Maar hij zegt, ik ken die mensen daar. Dus hij zegt tegen mij, zie je wel, als we ergens anders gestopt hadden, dan kende ik niemand, dan was het helemaal weg. Hij zegt, nu kan ik mensen voor je bellen. Hij zei, wees gerust, komt goed. Iemand die zal het hier naartoe brengen, naar Al-Medina, lang verhaal kort te maken. En inshallah zal alles nog erin zitten wat erin zit. Dit is een deel van mijn bezit. Dit is, stel je laat een horloge ergens achter, je hebt er veel voor uitgegeven en je vindt het terug, of je telefoon. Dan ben je al blij. Slechts een deel van jouw bezit. De profeet spreekt over jou alles. Dus alhamdulillah, dit is goed gekomen. Dus dat is allemaal goed gekomen. Uiteindelijk heb ik het teruggekregen. En je bent blij. Kun je je voorstellen hoe blij je bent? Je denkt al aan al die moeite. Wat moet je doen? Je paspoort is er niet, dit. Maar subhanallah, het is goed gekomen. Allah is nog verheugder met de terugkeer van zijn dienaar dan iemand die alles terugvindt. En Allah zegt ook: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Hij is het die het berouw van zijn dienaren aanvaardt. Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
die zegt ook, subhanallah, hij zegt, Allah heeft in zijn boek de mensen die hem beschimpt hebben uitgenodigd om berouw te tonen. Hij zegt, mensen die hebben beweerd dat Allah zich een kind heeft genomen. Mensen die hebben beweerd dat Allah behoeftig is en liefdadigheid nodig heeft. Mensen die hebben gezegd, er is sprake van een drie-eenheid. Allerlei uitspraken waarmee zij Allah beschimpen. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ. Allemaal uitspraken. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. Allemaal uitspraken die zij gedaan hebben. Ibn Abbas zegt, hij zegt tegen hen allemaal, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ. Met andere woorden, toon berouw, vraag vergeving. Die deur staat open voor jullie. Zelfs Firaun wordt uitgenodigd om berouw te tonen. En daarom zei Ibn Abbas na dit alles, zei hij, فَمَنْ آيَسَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَوْ مَنْ آيَسَ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بَعْدَ هَذَا فَقَدْ جَحَدَ كِتَابَ اللَّهِ. Hij zegt, als iemand na dit alles de mensen nog wanhoop gaat aanpraten, gaat zeggen dat iemand niet vergeven wordt, dan ontkent hij een deel van het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, die stond stil bij een vers uit het boek van Allah. En dan zie je ook, subhanallah, de kennis van geleerden. En hij sprak over degene die de gelovige mannen en vrouwen gefolterd hebben, mishandeld hebben. Dit waren mensen die ervan genoten om de gelovigen op te pakken, te arresteren, enkel en alleen omdat zij gelovig waren. En op een brute wijze gestraft hebben. Zij zouden kuilen in de grond graven, de gelovige mannen en vrouwen daarin droppen en ze zouden hen levend verbranden. Levend in brand steken. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Dat waren deze mensen. Wie gaat verder? قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ. Wat zegt Allah over hen? إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Zij die de gelovige mannen en vrouwen op de proef hebben gesteld. En dan zegt Allah, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا. الحسن البصري سبحان الله زي. Ondanks wat zij gedaan hebben, heeft Allah de deur van berouw niet voor hen gesloten. Kijk, subhanallah. De deur blijft open. Het is de genade van Allah die jou kan treffen in een van deze nachten. Amr ibn al-As, een metgezel, radiyallahu anhu. Amr ibn al-As was een vijand van Allah en van zijn profeet. Sterker nog, Amr ibn al-As, hij was degene die de moeite nam om helemaal naar Al-Habasha te gaan, naar Abyssinië te gaan, om de koning om te praten, over te halen, om zodoende de moslims niet toe te laten en het land uit te zetten. Dus moet je nagaan hoe ver hij ging in zijn vijandigheid richting de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As is degene die Badr heeft meegemaakt, de slag van Badr. Maar hij stond niet aan de kant van de gelovigen. Hij stond aan de kant van de veelgodenaanbidders. Hij heeft Uhud meegemaakt. Hij stond niet aan de kant van de moslims. Stond aan de kant van de veelgodenaanbidders. Nou komt hij bij de profeet 7 jaar na de hijra. 7 jaar na de hijra. 20 jaar na de eerste openbaring. Hij komt samen met Khalid ibn al-Walid en met Uthman ibn Talha, met zijn drieën. En de profeet ziet ze binnenkomen en de profeet voelt aan alles dat ze nu niet gekomen zijn om een oorlog te verklaren of dat ze gekomen zijn om de profeet met de profeet te discussiëren of bepaalde zaken of wat dan ook. De profeet voelt dat dit een komst is dat inshallah op iets moois duidt. Dus de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals altijd, los van wat je bedoeling ook is, hij zou subhanallah altijd een glimlach op zijn gezicht hebben. Hij glimlacht naar hen. Khalid ibn al-Walid wordt gegroet en wordt moslim.
Uthman ibn Talha ook. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam reikt Amr ibn al-As de hand toe. Zodat hij ook zijn islam bekend kan maken. En dit is ook een boodschap voor de zuster die aanwezig is. Amr ibn al-As die hield zijn hand bij zich. Hij trok zijn hand weg. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die glimlacht naar Amr en hij zegt tegen hem. Malaka ya Amr. Wat is er aan de hand, o Amr? Amr zegt, ashtarit. Ik heb een voorwaarde. De profeet zegt, wat is jouw voorwaarde, o Amr? En dan zegt Amr, ik wil dat al mijn zonden vergeven worden. Dus ik ben wel bereid om moslim te worden, maar hoe zit het met alles wat ik in het verleden gedaan heb? En de profeet, sallallahu alaihi wasallam, die glimlacht naar Amr en zegt tegen hem, ja Amr, amma alimta anna at-taubata tajubbu ma qablaha. O Amr, weet je dan niet dat wanneer je berouw toont, dat alles wat je in het verleden gedaan hebt, teniet wordt gedaan? En dan zegt hij, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah. Ik getuig, zoals de zuster net gedaan heeft, dat er maar één God is en dat u zijn boodschapper bent. En de profeet is verheugd en verblijd en hij zegt op dat moment, aslama an-nas wa amana Amr. De mensen zijn moslim geworden en Amr is een gelovige geworden. Waarom? Hij is oprecht geweest. Hij had oprecht spijt van alles wat hij gedaan heeft. En hij vertrouwt erop dat hij vergeven wordt. Hij gelooft dat hij vergeven wordt. Dus hij is gelovig geworden. De genade van Allah subhanahu wa ta'ala is groot, is geweldig. Hij is degene die zijn handen uitstrekt over dag en in de nacht. Dus eigenlijk altijd voor jou klaarstaat om jou te vergeven. Hij is degene die jou beloofd heeft dat al zouden jouw zonden tot aan de hemel reiken en je zou hem om vergeving vragen, dan zal hij jou vergeven zonder naar jouw zonden om te kijken. Dit is zijn genade. Degene die jou weg wil houden van berouw is de shaitaan. En daardoor blijf je het uitstellen. En hij heeft gezworen bij Allah. Hij zegt, wa izzatika wa jalalika la ughwiyannahum. En hij zegt, ma damat arwahum fi ajsadihim. Hij zei, ik zal ze afdwalen. Zolang hun leven, dus de kinderen van Adam, zolang ze ademen en leven, ik zal er alles aan doen tot aan het laatste moment om ze weg te houden van u. En ze te laten zondigen. En Allah zegt, bij mijn glorie en majesteit, wa izzati wa jalali, la astaghfiranna lahum, ma astaghfaruni. En ik zal ze blijven vergeven, voor zolang zij om vergeving vragen. Dus die deur staat open. En kijk naar de profeten, die hebben dit pad al voor ons uitgestippeld. Niemand moet zeggen, ik schaam me om vergeving te vragen. Waarom? Adam alayhi salam, lana wa tarhamna, lana kunna min al-khasirin. Musa alayhi salam zegt, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li, faghfara lah. Ibrahim alayhi salam zegt, walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Nuh alayhi salam zegt tegen zijn volk, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. En hij is degene die zei, rabbi ighfir li wa li walidayya wa li man dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. En je kunt zo verder gaan. Yunus alayhi salam was degene die zei, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. En vergeving was zijn redding. Salih was degene die zei tegen zijn volk, zoals Allah zegt, wa ila thamuda akhahum saliha. Qala ya qawmi i'budullaha, ma lakum min ilahin ghayruh. Huwa ansha'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha. Fastaghfiruhu thumma tubu ilayh, inna rabbi qaribun mujib. Kijk, subhanallah, waar hij hen aan herinnert. Hij zegt tegen hen, toon berouw, vraag vergeving. Allah is nabij en degene die verhoort. Qarib mujib. Jij hoeft alleen te vragen. En die verse die over het vasten gaan in Surat al-Baqarah, het is verbazingwekkend. En niet verbazingwekkend, eigenlijk is het heel logisch, want het vasten en het dua zijn aan elkaar gekoppeld.
Maar enigszins laat ik zeggen, het is een beetje vreemd. Want het gaat over het vaste, regelgevingen komen daarna. En daartussen lees je, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Dat is omdat Allah jou wil herinneren dat je hem dient te vragen. Als mijn dienaren jou, o Mohammed, vragen stellen over mij, waarlijk, ik ben nabij. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان. Ik verhoor de smeekbeden van degene die mij aanroept. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Dit vergeten we altijd. We stoppen hier. Nee, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Wat ons, eigenlijk wat onze taak en plicht is, is gehoor te geven aan Allah. En daarom zei Omar ook heel mooi. Hij zei, ik draag niet de zorg van de verhoring van mijn smeekbeden. Ik maak me daar niet druk over. Ik draag de zorg van het dua dat ik Allah vraag. En je moet optimistisch zijn. Dat Allah je zonde uitwist. Dat Allah je vergeeft. Ga van het goede uit. Dat is waar je van dient uit te gaan. Daarom zei de profeet, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Roept Allah aan en ga ervan uit dat jullie verhoord worden. Daarom, subhanallah, ze zeggen dat imam Sa'di rahimahullah, wel bekende mufassir, natuurlijk heeft hij ook andere boekwerken, maar hij staat vooral bekend om zijn tafsir, dat zijn dochter, haar vader, dus imam Sa'di, dat ze hem zag dat hij bezig was om de dakgoot te repareren. Hij was daar druk mee bezig. Dus ze vroeg hem, ze zegt, vader, wat bent u aan het doen? En het had heel lang niet geregend. Er was een lange periode van droogte. Toen keek hij naar zijn dochter en zei hij tegen haar. Hij zei, ik ben de dakgoot aan het repareren. Want we gaan morgen Salat al-Istisqa bidden. We gaan morgen Allah vragen om regen, zegt hij. En hij gaat ervan uit dat als hij Allah vraagt en dat mensen zich wenden tot Allah, dat de regen zal neerdalen, subhanallah. Uitgaan van dat je vergeven wordt, dat je verhoord wordt, dat je in zijn genade terechtkomt en dat die genade jou zal omgeven. En dat is iets wat we niet mogen verliezen in deze nachten. Er wordt gezegd dat een vrouw bij Musa regelmatig aanklopte met de vraag om Allah te vragen haar van een kind te voorzien. En Musa alayhi salam zag dat deze vrouw heel graag een kind wilde. En Musa hief zijn handen en vroeg Allah om deze vrouw te voorzien. En hij berichtte haar vervolgens, hij zei tegen haar, jij staat genoteerd als onvruchtbaar. Allah heeft bepaald dat jij geen kind zult krijgen. En deze vrouw, subhanallah, die kwam iedere keer terug bij Musa. Met de vraag, vraag Allah om mij te voorzien. En Musa, hij had te doen met haar toestand en situatie. Dus hij bleef Allah vragen. Iedere keer dat ze kwam, bleef hij vragen. En vervolgens was ze voor een poosje niet meer teruggekomen. Totdat ze op een dag terugkwam met een kind in haar armen. Met een baby in haar arm. En Musa alayhi salam kijkt deze vrouw aan en herkent haar en vraagt of dat kind van haar is. Ze bedankt hem voor alles wat hij voor haar gedaan heeft. En ze zegt, ja, dit kind is van mij. Allah heeft mij voorzien. Dus bedankt voor iedere keer dat je je handen hebt opgeheven en hebt gevraagd. En Musa is verbaasd. Hij vraagt Allah, hij zegt, oh Allah, u heeft mij meerdere malen bericht dat deze vrouw als onvruchtbaar genoteerd staat. Wat maakt dat u haar voorzien heeft? Toen zei Allah, o Musa, deze vrouw die bleef een beroep doen op mijn genade, waarop mijn genade, mijn lot, dus mijn voorbeschikking, heeft overtroffen en heeft overwonnen. Dus blijf aankloppen. Blijf Allah subhanahu wa ta'ala vragen. Weet dat degene die berouw toont, het is alsof hij geen zonde heeft. At-ta'ibu min adh-dhanbi kamal la dhanba lah. We noemden net een aantal profeten. Onze profeet daarvan is bekend, zoals in Sahihain staat. Hij zou Allah op één dag meer dan 100 keer om vergeving vragen. Op één dag. Dus dat is wat ons te wachten staat deze nacht, aankomende nacht. Straks als de zon ondergaat tot aan al-fajr. Het is een oneven nacht. Benut deze momenten en sluit deze maand goed af. En voor wat betreft de dagen die daarna komen,
Het mooiste is natuurlijk dat alles wat je opgebouwd hebt, waar je in geïnvesteerd hebt, dat je dat niet met je eigen handen stuk maakt, maar dat je standvastig blijft. En daarom zei de profeet ook, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. De meest geliefde daden bij Allah zijn de dagen die aanhouden. Ook al zijn het weinig. Liever weinig dat aanhoudt, dan heel veel dat heel snel stopt. Dus wees gematigd, maar ga wel door. Laat je gebed niet los, laat de Koran niet los. Bezoek regelmatig de moskee, ook na de maand Ramadan. En daarom toen Aisha de profeet beschreef, zei ze, kana amaluhu dimah. Wat betekent dat? Ze vergeleek het eigenlijk met een gematigde regenbui, subhanallah. Dus het blijft regenen, maar gematigd. En zo was de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En omdat hij ook weet hoe zwaar en hoe moeilijk standvastigheid is, bezorgde Surat Hud hem grijze haren, subhanallah. Hij zei, Shayyabatni Hud, en hij noemde andere hoofdstukken. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, en ook al-Hassan al-Basri, die zeiden, dat heeft alles te maken met één vers in Surat Hud. Namelijk, Fastaqim kama umirt. Ibn Abbas zegt, er was geen vers dat zwaarder, moeilijker, heftiger was voor de profeet dan dit vers. Om standvastig te blijven. Waarom? De profeet weet wat standvastigheid is. Het is niet gemakkelijk. En daarom vroeg hij Allah regelmatig, heel vaak, om standvastigheid. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Hij vroeg Allah om standvastigheid. Je hebt Allah nodig, dat is één. Twee, zoek mensen uit die jou herinneren aan Allah. Die jou herinneren aan het gebed. Die jou herinneren aan lezingen en lessen en aan de moskee. Want Allah zegt ook tegen zijn profeet, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Dus je moet je vastklampen aan dit soort mensen als je ze in de omgeving hebt. Klamp je aan hen vast. Klamp je vast aan de Koran. Want Allah zegt over de Koran, kadhalika linuthabbita bihi fu'adak. Het versterkt en verstevigt jouw hart. Allah zegt, وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Het versterkt jouw hart. Want de Koran, die heeft Allah verspreid geopenbaard aan de profeet. Iedere keer een beetje, iedere keer een beetje. Want het gaf hem troost, het gaf hem kracht, het schonk hem hoop. En zo ook, wij hebben de Koran nodig. Een leven zonder Koran is als leven zonder water en zuurstof. Je kunt niet zonder het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarin staan die verhalen die jou, subhanallah, kracht geven, sterk maken. Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. En daarom, omdat de profeet weet wat leiding is en standvastigheid is, leerde hij zijn kleinkinderen om dit te zeggen. Zeg Allahumma hdini fi man hadait. Hij zegt over Ali, Allahumma, zeg Allahumma hdini wa yassir al-hudali. Hij zegt over Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Iedere keer bezig met leiding, subhanallah, dat je geleid wordt. En daarom zei Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, de smeekbede ihdina as-sirat al-mustaqim is wellicht de meest geweldige smeekbede die een gelovige doet. Want als je geleid wordt, hij zegt, klaar, dan ben je succesvol. Als je geleid wordt, dan is dat succes. En daarom zeggen de paradijsbewoners, وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Leiding, succesvolle leiding is in handen van Allah. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. Jullie zijn allen dwalend behalve degene die ik, die Allah leidt. Dus vraagt mij om leiding en ik zal jullie leiden. Dit zijn een aantal zaken die ik graag met jullie wilde delen om mezelf en jullie te herinneren aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. En ook hoe we vervolg moeten geven aan deze maand. En Allah geeft ons ook mee dat een vrouw uit Mekka, zoals Allah vertelt in Surat An-Nahl, dat zij subhanallah bezig was, heel veel tijd zou steken, heel veel moeite deed in het vastmaken van haar garen en het vastpinnen ervan, of hoe zeg je dat? Het vastspinnen volgens mij, hè, van die garen. Je moet het voorstellen als iemand die een kledingstuk breidt of naait, subhanallah. En het is klaar en vervolgens alles lostrekt.
En deze vrouw deed dat omdat zij, ja, je zou kunnen zeggen, ze was krankzinnig. Ze was niet goed bij haar verstand. Maar ze stak er ontzettend veel moeite in. En Allah zegt, وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا. Dus wees niet zoals haar. Wat bedoelt Allah? Je hebt deze maand heel veel geïnvesteerd. Je hebt een band opgebouwd met Allah, met de Koran, met het gebed. Het zou toch heel vreemd zijn als je alles wat je hebt opgebouwd, dat je dat zelf met je eigen handen los gaat laten. Mag je niet overkomen. Vraag Allah om standvastigheid. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen standvastig maken. Ik hoop dat deze woorden allemaal onze harten bereiken, voordat ze onze oren alleen hebben bereikt. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het in zijn weegschaal van de hasanat, of in onze weegschaal van de hasanat plaatsen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten accepteren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons begenadigen. En die genade mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons die doen toekomen. Barakallahu fikum voor jullie aanwezigheid en luisteren. Voor jezelf.